deze. Nou, dan weet je wel gelijk wat het is, hè? Ja. Oh, ja. Ken je dat? Koffie maken. Ja. Moet je er wel koffie in doen. Hallo lieve vrienden, hele goede middag. Ja, ja. Het is vandaag weer woensdag. Rebecca die komt zo. En we leven op de 23e september om 19 minuten over 1. Ik ga rapido met Rijke uit Wildereen in, met de dokter weer mee, dus vlak buiten. En ik heb een post gekregen, daar zit ik ook niet op te wachten. Die vinden jullie ook niet leuk. Want die andere moet ik ook nog doen. Maar dan krijg je deze. Nou, dan weet je wel gelijk wat het is, hè? Ja. Ook weer bevolkingsonderzoek. Ja, maar je weet dat erin zit, hè? Ja. Geen lekker werkje. Moet je zelf doen. Ja, kippa. Nou ja. Oké. Ik ga het voor het eerst doen, want ik heb een paar jaar terug het ook gehad. Het idee, hè? Maar ja, het zal toch moeten. Komt goed. Ik ga lekker even met Rijke uit. Ik hou het eventjes kort. Want ik ben ook lavend. Ik was weer niet in orde. Nog niet. Maar ja, we lopen tegen vrijdag aan. Hè? Dan weet je het alweer. Ik ben er totaal ook niet bij. Gisteren kwam Sandra wel, maar die is gisteravond geweest. Ik heb gisteren ook niet afgesloten. Ik weet het allemaal niet eens. Ik heb het druk. Ik heb een plaatje voor mijn mannetje gemaakt voor vrijdag. Frode die was gisteren, had die jarig kunnen zijn, dus ja. Helemaal door de war. Maar ja, komt ook wel weer goed als alles weer voorbij is. Voor nu zeg ik, geniet ze, want het is weer mooi weer. Ik ga er ook proberen van te genieten. Ik moet zelfs eeuwig nog medicijnen geven, maar ja, ze moet twee keer hebben en ik ben toch ook altijd laat naar bed, dus dat komt wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Ik ga met Rijka lopen. Tot straks weer, hè. Doei! Ja, lieve vrienden, ik had nog maar één keer gefilmd vandaag, dus ik denk, pak hem er weer eens even bij en eventjes ergens anders zitten. Ja, ik zit veel lekker voor mijn pc. Rebecca is al geweest, mijn huisje is weer tot zover schoon. Rijka legt prins heerlijk op de bank te slapen. Hij slapen. Oogjes open, hè? Ja! Oogjes open, hè? Ja! En ik zit dus voor mijn pc. Met andere woorden, ik ben met een vlog bezig. Maar wat voor vlog ga ik jullie niet vertellen? Nee, ik laat het ook jullie niet zien. Nee, totaal niet. Hè? Nee, hè? Hoeven ze niet te zien, hè? Wat is er? Heel lief. Ja, ik zou eigenlijk vanmiddag weg, lopend naar de Verma dierenwinkel op Blokker in de andere wijk. Maar ja, het zonnetje is weg, het is koud geworden en het is laat. Het is al 5:10. Ik zou lopend gaan, maar dat gaat het hem niet meer worden, nee. Nee, want ik heb voor Karin en Roderick een tip gekregen en dat wil ik dus even gaan kopen. En dat is een halsbandje. Gewoon een mat halsbandje, maar ik wil het wel hebben dat het bij haar corsetje past, bij haar tuigje. Want ze krijgt ook het tuigje gewoon om, maar ze wordt niet aan het tuigje gekoppeld, maar aan de halsband wordt ze gekoppeld. Dan schijnt ze minder te trekken, want zij het met haar honden en sowieso Lady, die trok nogal zo erg, die schijnt nou in één en niet meer te trekken. Oké, nou ja, dat gaan we ook proberen. Wil het al niet, nou ja, is niet de ramp, want ze kan ook dan eens een keer een halsband lopen, vooral wanneer het echt bloedje heet is. Om dan een tuigje om te doen, dat wordt ook warm, hè. Maar ja, oké. We gaan gewoon eens eventjes kijken. En ja, het wordt slechter weer.
Dat ook nog, maar het wordt ook wel weer beter weer, weet je. Het hoeft niet vandaag of morgen, het kan ook andere week of zo. Ja, ik hoef niet het alle minuten doen, want ik kan er aankoppelen. Ja, simpel. Ik dacht dat ik een halsbandje had, maar ik kan hem nergens vinden. Die van Frodo, misschien dat ik die pas niet kan maken, weet je. Maar ik kan niks vinden, dan is het nog zo. Ja, ik kan aan mezelf leggen. Dat ik het weer te goed heb opgeruimd of zo, je weet me nooit. Ik kan het 1, 2, 3 niet vinden, maar ik zal met mijn neus kijken in plaats van met mijn ogen. Mijn water heeft gekookt voor een koffie in mijn kopje te doen. Het heeft een hele tijd daar gelegen. Maar bij mijn jasje erachter hangt het ook niet. Dit is al weggehad. Hier zitten batterijen in. Daar zit het ook niet in, dan alleen nog batterijen. Nou, en verder zie ik het niet. De tas waar Frodo zijn tuigjes in zit, daar zie ik het ook niet in. Nee. Wel de riem die erbij hoort, de loopriem. Oh, ja. Ken je dat? Koffie maken. Ja. Moet je er wel koffie in doen. Anders gaat het nog niet, hè. Het is vandaag woensdag. De hele dag. En het is ook de 23e. Ook de hele dag. Vergeet het te verzetten. Dag door. Zo, koffie. Voilà, en dan kunnen we de water op doen. Ja toch? Voilà. Zo, kunnen we dat meenemen naar de kamer. Hé, Rijke? Kiekeboetje. Oeh, kiekeboetje. Kiekeboetje. Joh. Oh, zo'n kiekeboetje. Oh, zo lief. Zo lief. En waar is Eeuwen? Oh, die ligt op de vensterbank. In de keuken. Poesie, tikkie, doosie. Nou, Rebecca die zei ook al dat ze al heel erg begint aan te komen. Dat ze begint te groeien. Hé, ja nou. Ja, nou. En daar zit meneertje Kandalf. Hé, hey, meneertje Kandalf. Ja, die wil niet naar binnen. Hé? Hey. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga jullie weer zeggen van geniet nog verder van jullie namiddag. En ik zeg tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, het is al heel erg laat. Ja, dat moet je mij voor wezen, hè. Ja, het is 3:26 in de ochtend van donderdag 24 september. Rijka, ja, die zien jullie niet. Ze heeft een schutkleur, dus dat zien jullie niet. Dus we gaan lekker naar boven toe. Ze zeggen, lieve vrienden, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed komen en tot vanmiddag maar weer. Ja, want ik ben er morgens niet, want dan leg ik deze lekker nog plat. Ja, dus ik zou zeggen, tot dan. Doei!